Ja, dames en heren, we hebben de zomerbekans achter ons. Wat tenminste, wat ze zomer noemt, het wordt bekans herfst. En ik heb het ook in de tuin gezien. En de echte herfstbloeier, de herfstasser, die is bij mij in de zomer begint daar uit te komen. En het is geweldig, geweldig. Wie zwant dat? Wie zwant dat? Herfstasser beginnen, Jos. Zit daar midden. Die kisten niet noemen van herfstasser beginnen. Dat ligt dat gemeente. Ja, ik ben aan het vertellen dat de herfstasser bij mij in de zomer al uit worden komen vanwege de herfstasser. Daar vallen een keer vier met de shop moeten neerhouden. Zo snel komt dat de herfstasser bedicht. Ja. De lui hebben mij gevraagd van wie zit dat met een bestseller. En mijn herfstasser dan? Laat hij nog even zitten, Jos, want dat moet nog griepen. Ja. Ik heb dat herfstasser. Ik kom nu tegen zeggen, hoe zit dat nu met een bestseller? Ja. Ik zeg, wie zit het nu met een bestseller? Goed, blij dat ze vreugd was. Ja. Ik heb eens nog een paar gevonden. Let op. Ja, als ze niet snapt, zeg maar, leg hem twee keer goed daar. Ja. Wat wil ze voor de kerstmis? Zet een man tegen zijn vrouw. Zet de vrouw een aksje in. Zet er hups niks goede kopers. Ja, zie dat ook heel goed staan. Wie neemt zijn vrouw van een slechte jager? Een vegetarische vrouw. Wat de fuck toch niet? Ik luister. Ik moest even nog goed nadenken wat ik kunt. Er komt een vrouw bij de dokter. Ja. En dan zei ze, wat heb hier toch een klein spreekkamer, dokter? Ja. Zit de dokter zo de meter erop en zit te schieten. Nou ja. Het is het leven, Jos. Het leven is juist wie een eierappel. Soms zit ze gebakken en soms zit ze in de puree. Ja, daar moet ze ook even over doordenken. Jos, het gaat niet goed met de appelsinebranche. Het gaat echt niet goed met de appelsinebranche. Hoeveel dat niet? Ik weet het ook niet wat het is, maar vanavond is een persconferentie. Wat is een persconferentie? Nou ja, ik leek niet dat straks nog wat doen daar. Er zat een man te vissen in het water. Ja. Die komt met een plietje langs en zei er, zit hier niet te vissen met een vergunning? Nee, zit de man, ik zit met maaien te vissen. Nou ja. Dan komt met een man bij de balie van het gemeentehuis. Ja. Dan zet er tegen het knappe balie meisje. Goeiendag, ik wil hier trouwen. Oh, dat kan, zegt het knappe balie meisje. En met welke datum had je gedacht? Oh, de mama niks goed, zegt de mens. Ik ben er lang blij tot ze wil. Nou. Jos, wat is het verschil tussen een bekker en een Persisch tapijt? Nee. En de bekker moet een vroeg opstaan en een Persisch tapijt kan blijven liggen. Dat is een doordenkertje. Een ruiselke. Er staan 40 lui onder één paraplu en toch wordt niemand raad. Wie kent dat? Zo'n 50 man onder één paraplu en niemand wordt naad. Wie kent dat? Het zal wel niet regenen. Hè? Het regent niet. Hup, ze toch één goed, hè? Ik ga hem goed. Haha, Jos, ik ga nog eens op vakantie. Nog meer heb je? Ja, ik kreeg nog één. Jos, ik ga nog eens op vakantie. En daarna met die herfstaster? Dat moest ze zelf weten. Er is een tijd op. Jos, ik ga nog eens op vakantie. Ja. Ja? Ja. Hoeveel dat? Dan moet zeggen, we gaan ze heen. We hebben net geoefend. Nog eens. Jos, ik ga op vakantie. Oh, Jopje, hoe ga je ze heen? Ik ga naar Zicht. Naar Zicht? Ja. Hoe is dat? Dat weet ik ook niet, maar ik zit stond goed weer op zich. Ja, dan moest ze zien als het goed weer is. Hè. Ha, ik heb nog één. Jos, wat kreeg ze als een flow mop kruis met een motor? Een Yamaha! Dag, Jos. Dat wordt een niveau.